Sowieso moet de Lotgenoten podcast gewoon een PV worden. Ik weet niet of we u überhaupt dit in de podcast hebben gezegd, maar... In deze aflevering van Schouders en Ronder. Niemand minder dan de boys van de Lotgenoten podcast. De afgelopen 6 tot 9 maanden zijn deze gasten keihard gegroeid. En het lijkt wel alsof het een overnight succes is geweest. Maar dat is het niet. Deze gasten die hebben 3 jaar lang elke week consistent... een nieuwe aflevering geüpload, met of zonder gast. Maar hoe verschilt het succes ten opzichte van een paar jaar geleden? Wat doen ze anders? Wat is er veranderd? En hoe komt het dat het ineens zo keihard is gegaan? Dit alles en nog veel meer gaan jullie te weten komen in deze aflevering van Schouders en Ronder. Hoe is die switch gekomen dat jullie op een gegeven moment gewoon echt all in zijn gegaan op de podcast en sindsdien ook volgens mij 10 keer harder zijn gegroeid?